vandaag een feestelijke dag hè, voor Lira Lierse, want met de opening van deze pitch zetten we weer een stap vooruit in de communitywerking van onze club. Iets wat toch echt belangrijk is en het staat bij Lira Lierse. Een club die staat voor grassroots, voor verbondenheid met de lokale gemeenschap en zeker ook met de heel kwetsbare kinderen en jongeren uit deze gemeenschap. Omdat we heel erg geloven dat sport ook mensen kan verbinden, mensen kan doen groeien. Dat is al meermaals bewezen en daar zetten wij met Team Community van Lira Lierse zeker ook onze schouders onder. Het is zo gekomen dat 15, 16 jaar geleden al een mini-pitch, een redcourt, geïnstalleerd was aan de Sion. Daar waar de Kajen nog ooit beginnen gaan te voetballen is. Die Sion is dan die mini-pitch verhuisd naar Anton Bergman. En dat was het idee van de voetbalbond om toch na al die jaren een nieuwe redcourt te installeren. En we mogen de primeur hebben hier in Lier. Een eerste van velen, want in 2005, 2006 hebben we samen met UEFA een 40-tal mini-pitches aangelegd in België. En het is nu een zaak van eigenlijk die te renoveren. Daarom dat we samen met lokale besturen, zoals de stad Lier, gaan samenwerken om pleintjes zoals deze aan te leggen over heel België. En de bedoeling van het project is eigenlijk dat we samen met het lokale bestuur, maar ook met lokale organisaties, de lokale scholen en de lokale voetbalclubs, zoals natuurlijk Lira Lierse, gaan samenwerken om hier activatie op deze pleintjes aan te bieden voor iedereen die wil. Samen met een aantal partners, hè, zoals de stad Lier, zoals Nike ook, die de projecten hier op de mini-pitch samen met ons financieel ook mogelijk maken, gaan we week na week met jonge gastjes, met kleintjes aan de slag om plezier te maken, om te voetballen, maar tegelijkertijd ook om te groeien, om dingen bij te leren. En dat vind ik fantastisch dat we dat als Lira Lierse kunnen doen. Dat is helemaal Lira Lierse. Dat is waar wij voor staan. En vandaag zetten we weer een hele mooie stap vooruit in die richting.